Het jonge bedrijf zit vlak naast de plek waar de heipalen de grond ingaan. Vanaf de start van het heien klaagden medewerkers al over misselijkheid. Directeur Ardan Boucher gelooft het in eerste instantie niet. Ik was de eerste dag niet aanwezig dat mensen klachten kregen. Dus ik dacht inderdaad van jongens, kom op, dat zal allemaal wel meevallen. Totdat ik een dag later zelf hier op kantoor zat en letterlijk ook echt zeeziek werd. Nou, je zit dus gewoon op je stoel. Het scherm staat op één pootje en het scherm gaat dus bewegen aan de hand van het heien. Als het onregelmatig geheid wordt, dan gaat het heel erg trillen. Nou, je evenwichtsorgaan raakt daardoor uit balans. En wat krijg je dan dus? Gewoon zeeziekte. GGD zegt het ook, dat is gewoon zeeziekte. Ook de salesmanager van het bedrijf, Martijn van Herwaarden, vindt het geen aanstellerij. We hebben mensen gehad die overgevend naar huis gingen. Ikzelf en ook Ardan en een aantal andere collega's, het zijn geen watjes. Wij zijn wel mensen die doorknallen, maar zelfs wij hebben zoiets van, dit zijn geen goede werkomstandigheden. De gemeente probeert wel mee te werken aan een oplossing, maar de directeur vindt nog 2,5 maand heien veel te lang. We hebben hier al zoveel mogelijk proberen te veranderen aan de opstelling, zodat we er minder last van hebben. We laten mensen thuis werken en we laten mensen ook later binnenkomen. Maar het zijn allemaal maar labmiddelen en het lost het probleem niet echt op. De sociale cohesie hier binnen het bedrijf die is gewoon zoek. En daar beginnen we echt last van te krijgen als onderneming. Het bedrijf gaat op zoek naar een andere locatie en wil dat de gemeente voor de kosten opdraait. De gemeente wil vandaag niet reageren. Ze willen de zaak eerst binnen het gemeentebestuur bespreken.